Maar nou, waar ik dus mee bezig ben, ik wil iets zelfstandiger worden, iets zelfstandiger denken. Ik wil gewoon eigenlijk het liefst niemand nodig hebben en iets meer aan mijn mannetje staan. Daar heb ik fucking veel zin in. En dan ben ik nou aan het onderzoeken hoe dat moet. En volgens mij kun je namelijk in alles, als je echt wil, voor jezelf zorgen. En daar ben ik nou, er is één dingetje trouwens wat ik nog niet kan. Daar ben ik super schuit voor. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Bij een disco zag ik een uitsmijter met sportschoenen aan. Er was een uitsmijter met sportschoenen aan. En toen werd er een Marokkaanse jongen, die werd de deur geweigerd, omdat hij sportschoenen aan had. En die jongen, die kijkt die uitsmijter aan. Die zegt, maar je hebt zelf sportschoenen aan, man. En die uitsmijter, ja, daarom sta ik ook buiten. Snap je, daar moet het meer naartoe met mij. Daar, een beetje meer irritant durven zijn. En natuurlijk kan ik daar, weet je, mijn mannetje staan. Die heeft er altijd al in gezeten. Want ik zat te denken, toen ik sperma was, heb ik gewonnen met zwemmen. Ik heb... Nou ja, ik weet niet hoe het bij jullie ging. Bij mij deed je er superveel mee. Ik heb van iedereen heb ik gewonnen met zwemmen. En volgens mij heb ik daarom ook de rest van dit leven nooit meer echt interesse gehad in sport. Ik heb het idee dat de periode een beetje achter me ligt. Ik denk, ja, hoe kom je daar nog overheen? Weet je niet? Nou,